Hallo creatieve familie, welkom bij dag 7 van DIY November. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf Oreo chocoladeballetjes kan maken. Dat is een heel makkelijk no-bake recept en super lekker om zelf op te eten en om weg te geven. Voor alle ingrediënten kun je natuurlijk ook onder in de beschrijving kijken. Begin door je Oreo's uit te pakken, ik gebruik er zelf 12. Dat doe ik in een zakje om ze klein te maken. Dit zou je ook even in een keukenmachine kunnen doen. Maar ik vind dit net zo makkelijk en het scheelt gewoon weer de keukenmachine schoonmaken. Je kunt ook een deegrol ervoor gebruiken. En crush je ze gewoon zo helemaal fijn in het zakje. Om lekkere bonbonnetjes van te maken. Ik gebruik Oreo's uit Duitsland, die hebben een koffiesmaak. Maar je kunt ook gewoon Nederlandse simpele Oreo's gebruiken. We gaan de kruimels eigenlijk in een bakje. En die gaan we zo meteen vermengen met roomkaas. Het is een soort Philadelphia. Ik gebruik gewoon een goedkope variant. Het is gewoon verse smeerkaas. En dan ga je lepel voor lepel toevoegen. Ik heb nu 12 koekjes gebruikt. Daar heb ik 3 eetlepels voor gebruikt. We beginnen gewoon met 2 lepels. Kijk even of het bij elkaar komt. En als het deeg nog iets te droog is, doe je gewoon nog een lepel eraan toevoegen. Als het met de lepel op een gegeven moment niet meer kan roeren, dan pak je gewoon even je handen om het gewoon tot één grote bal te maken. En daarna pak je een bord om allemaal even grote balletjes ervan te draaien. Dus als alle bolletjes gedraaid zijn, gaan ze zo in de diepvries samen. Ongeveer een half uurtje en dan kunnen onze chocolade gaan smelten. Ik gebruik voor de hele chocolade de Dr. Oetker Cake Pop chocoladecoating. Pak gewoon gekookt water uit een glazen schaaltje waar ik de chocolade in ga smelten. Je kunt hem ook even in de magnetron smelten, net wat je fijn vindt. Dat duurt gewoon eventjes. Als de chocolade, alle chocoladestukjes gesmolten zijn, dan kun je zo meteen je balletjes gaan coaten. Ik heb gewoon even wat bakpapier op het bord gelegd. Neem 2 vorken. Laat het balletje in de chocolade zakken. En dan doe ik hem daarna door de chocolade heen halen. Ik til hem eruit. Laat hem uitdruppen zoveel mogelijk. Hoeft maar een dunne laag overheen te zitten. En dan leg ik hem op het bakpapier neer. En zo ga je verder totdat je alle balletjes gedipt hebt. Ik ga jullie nu ook even laten zien hoe je met gewone chocolade een streepje overheen kan trekken. Dus je kan tremperen. En met de video van zondag laat ik jullie ook zien wat je met je chocolade kan doen die je over hebt. Dus er zijn 2 recepten die eigenlijk bij elkaar horen. Chocolade tremperen is altijd even wat moeilijker. Dus daarom gebruik ik voor de hele coating de Cake Pop Dr. Oetker Mix. Dat maakt het gewoon net even wat simpeler. Nou, ik gebruik zelf deze witte chocolade om er een extra kleurtje aan te geven. En deze chocolade is heel makkelijk in grote brokken verdeeld. Ik gebruik daarvan 3 brokken die ik zo gesmelten. En het 4e brokje ga ik gebruiken om te zorgen dat mijn chocolade goed op tremperen blijft. Dat hij weer goed weer hard wordt, om het zo maar te zeggen. Dan doen we dus 3 brokken klein snijden. Die heb ik 30 seconden in de magnetron gedaan. Flink geroerd. En daarna nog 10 seconden even in de magnetron. En dat zorgt ervoor dat de kristallen in de chocolade goed blijven. En dat alles gewoon goed één mooie mix wordt. Nou, zoals je ziet, ik heb nog niet alle stukjes in de chocolade gesmolten. Maar dat doe je tijdens het roeren. Want de chocolade mag niet warmer dan 36 graden worden. Omdat die anders de kristallen uit elkaar vallen. En dan heb je een probleem met dat het niet meer hard wordt. Dan ga ik stukje bij beetje de losse stukjes eraan toevoegen. En die ga ik er doorheen roeren totdat het helemaal goed gesmolten is. Hier heb ik ongeveer 5 minuten over gedaan. En het is even oefenen om het goed te krijgen. Maar dan weet je ook zeker dat de chocolade goed gesmolten is. En dat die ook weer hard wordt daarna uit de koelkast. Ik maak dus de stukjes zo klein mogelijk om erbij te voegen. En kijk ook dus ook even naar de video van morgen wat ik met de rest chocolade heb gedaan. Die zie je nou ook op de achtergrond liggen. Daar heb ik een lekkere peppermint bark van gemaakt. Op een gegeven moment dan zie je dat je chocolade goed gesmolten is. En blijf hem gewoon rustig aan roeren. En dan zie je op een gegeven moment dat hij goed dun is. Dat we hem goed kunnen verspreiden. En dan kunnen we wel een decoratie aan gaan brengen op onze bonbonnetjes.
Ik pak gewoon een lepeltje met chocolade die ik zo eroverheen sprenkel. In streepjes. En je zou hem ook dubbel kunnen dippen dat je een dubbele laag chocolade eromheen hebt. Maar ik vind zo de streepjes erop staan wel het allermooiste. En als je chocolade goed getempereerd hebt, dan na 5 minuten zacht je chocolade uit. Zonder dat het in de koelkast gaat. En dan heb je super lekkere chocoladeballetjes. Nou, dit waren dus mijn Oreo No Bake Cake Pop balletjes. En ik hoop dat jullie ze ook gaan uitproberen. Kijk ook even bij de video die hierbij hoort met wat ik voor de rest van de chocolade gedaan heb. Probeer het zelf ook even uit. Dankjewel voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren en be unique.